Hey, hallo, welkom bij een filmpje van de Stampin' Up! Dreamgirls. Ik ben Jolan Meurs van Creations bij Jolan. Wat heb ik voor vandaag voor jullie op de planning staan? We gaan vandaag een heel leuk cadeau-envelopje maken. En ik heb een aantal van deze envelopjes gemaakt voor mijn teamleden. Omdat ik al 10 jaar Stampin' Up! Demonstratrice ben. En komende maandag, 25 september, ben ik jarig. Er zijn zoveel leuke dingen wat je in zo'n envelopje zou kunnen doen. Voor mijn teamleden heb ik heel leuk een setje magneten erin gedaan. En ik gebruikte, omdat ik dat gewoon heel leuk vond, het gridpapier hiervoor. Maar je kunt natuurlijk elk Stampin' Up! Designpapier hiervoor gebruiken. He, en het is gewoon ideaal om je rest designpapier op te maken. En ja, ik heb er ondertussen al wel meer gemaakt natuurlijk. Wat kun je er zo al in doen? Nou, je hebt van die leuke janky candle luchtjes voor in de auto. Of dit soort dingetjes, van die car parfums. Voor nu, wat had ik voor vandaag bedacht? Een masker kun je dus er ook in doen. Nou. Wat hebben we allemaal nodig? Ik heb al het een en ander voorbereid. We hebben een stukje designpapier nodig. Sorry. Van 23 bij 28 centimeter. Een oud stukje gewoon. Kun je dus lekker je oude papier mee opmaken. Een half stukje klittenband. Want een grote is net te groot. Of als je kleintjes hebt, is ook prima. Ik heb een labeltje uitgestanst. En dat labeltje dat kwam uit TaylorMade Tags. En dat zijn allemaal van die labeltjes. Vind ik altijd hartstikke leuk. Ik heb al een aantal, kijk, van die leuke citroentjes, sinaasappeltjes. Het werd zelfs voor kokosnoten gebruikt. Ik vind het altijd leuk om de kleuren terug te laten komen in je cadeautje. Dus ik heb ze gestempeld en gestanst in dezelfde kleuren als het masker. En dat was dus, zoals ik net al zei, sweet citrus. En wat je doet is, hè, je stempel dus eerst dit stukje. Dit past hier weer precies in. En dan pak je dus embossing folder. In de embossing folder zit ook, die heb ik erin gedaan, je stans. En dan is het gelijk geëmbost en gestans. Dus een super leuke set. Heel veelzijdig. Dus ik heb er deze keer sinaasappels en citroenen van gemaakt. Ik heb vast wat blaadjes en bloemetjes uit de set gestempeld. En gewoon een restje lint op kleur. Dus dat is wat we nodig hebben om die leuke cadeau-envelop te gaan maken. Schuiven we dit even opzij. Dan pakken we ons snijrailapparaat erbij. Oh. Ik moet er wel weer even inkomen, moet ik zeggen, hoor. Want dit is het eerste filmpje weer na de vakantie. En het was elke keer zo warm dat ik eigenlijk niet zoveel zin, niet zoveel puff had om iets te doen. Ja, ik zeg het maar heel eerlijk. Ik weet niet hoe het met jullie zat. Zorg ervoor dat dit dus goed terecht hier tegenaan ligt. Je mesje wegleggen. Want we gaan de lange zijde gaan we rillen. Op 7. Op 8. Op 9. Dan schuiven we hem even door. We gaan nogmaals rillen op 20. 21 en 22. Dus ik herhaal 7, 8, 9, 20, 21, 22. Dan gaan we het papier een kwartslag draaien. Zorg je dat hij hier goed recht tegenaan ligt. Dan gaan we rillen op 2 centimeter. We gaan naar de andere kant. Dat wordt zometeen de flap om te sluiten. En die gaan we rillen op 4 en op 3,5. Zodat er, ja,
ik doe dat expres, zodat er iets meer ruimte is. Wil je een dunne plak chocolade in doen? Of heb je een hele dikke verpakking van iets? Zo. Nou, vraag ik me af of ik het goed gedaan heb. Nee. Nou, als het goed is, zie je dit niet. Dat scheelt weer. Dus je moest 2 centimeter en je papier even draaien. Nou, zie, ook bij mij gaat wel eens wat fout. We moesten dit rillen, zei ik, op 4 en op 3,5. Dan pakken we onze schaar erbij. Nou ben ik mijn grote schaar ben ik kwijt. Die is achtergebleven in Engeland. Die had ik meegenomen en die mocht niet mee. Hij mocht wel mee heen, maar hij mocht niet terug. Nou, jammer dan, want die was super fijn. Dit is je flap, hè? Dus dit was die 3,5 en 4 centimeter. En je knipt gewoon het hele stuk eruit. Natuurlijk kun je dit ook op je snijapparaat even doen. Even voelen waar die zit. Oh, is het hier? Dus dit soort cadeau-envelopjes zijn prima om te gebruiken voor je, ja, voor het opmaken van je restjes designpapier. En zeg nou zelf, ik weet niet hoeveel liggen. Dit is de bodem. Die knippen we iets schuin in. En dan is de basis eigenlijk al klaar. Mag dit weg? Nu zie ik dat ik het niet helemaal netjes gedaan heb. Omdat ik in mijn eigen licht zit. Dus even dit een beetje nog bijknippen. Zo. Dan gaan we deze vouwen allebei vouwen. En je vouwt de eerste naar buiten en de andere naar binnen en deze weer naar buiten. En dus dan krijg je een soort trappetje wat er zo uitziet. Dat doen we ook aan de andere kant. En deze vouwen we weer deze kant op. Nou, jullie zien al hoe het eruit gaat zien. Dan zie ik dat ik niet zo heel netjes gerild heb. Nou, dan is dit de voorkant. We gaan deze kant vastlijmen. Ik gebruik altijd liefst een natte lijm, maar je kunt natuurlijk ook gewoon tape pakken. Gewoon wat je, ja, wat je zelf fijn vindt. Klein beetje lijm. Nou, hij is niet helemaal naar mijn zin. Dit is de bodem. Die mogen jullie ook dicht plakken. En dan gebruik ik deze kant eigenlijk als voorkant. Omdat je, ja, je kunt er dan gewoon iets leuks nog opmaken. Oh, ik zie al, ik heb niet netjes geknipt. Nou, dat is nadeel van zo'n klein schaartje. Je kunt dus het beste even je snijrailapparaat hiervoor gebruiken. Nou, je vouw even. Kijk, hier komt dan die extra ruimte. Je flap. En dan kun je
verschillende dingen doen. Je kunt hem zo vierkant laten. Je kunt hem schuin inknippen. En je kunt de hoekjes kun je ook met een hoekenpoes kun je schuin af ronden. Dan kan ik die van Stampin' Up niet zo snel vinden. Maar deze doet het ook. Nou, dan is de basis eigenlijk al klaar. Nou, zoals ik jullie al vertelde, had ik dus heel leuk een masker. Die mag hier in. Ik sluit de envelop met een half rondje. Hopla, klittenband. Dan doe ik ze altijd eerst even op elkaar. En dan haal ik één kant eraf. Altijd even prutsen. En dan plak je die een beetje zo aan de rand. En dan haal je de andere kant er even af. Even voorzichtig, zodat hij op de goede plek blijft zitten. En nog even ietsjes. Zo. En dan plak je hem voorzichtig dicht. Kijk, dus op deze manier heb je gelijk een sluiting. Zoals ik al zei, ik had wat sinaasappels, citroentjes. Dus even kijken wat ik allemaal... Ik had best wel veel, zie ik nu. Gestanst. Nou, even denken, want ik had hier geen voorbeeldje van gemaakt. Dan maakt dat verder niet zoveel uit. Nou, dat past hier wel bij. Ik had maar gewoon wat gepakt, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, ik lijm dit gewoon op de envelop. Nou, je mag wel, er komt niet zoveel lijm uit mijn lijmflesje. Ik denk door de droogte ook van afgelopen zomer. Dus even kijken. Die had ik zo. We kunnen nog een sinaasappel even hier tussen doen. Dit mag iets wijder. En dan eventueel deze zo. Ja. Oh, deze kan nog eventueel ook nog zo. Mag deze dus er ook nog op. En wilde ik graag een tekstje uit de stempelset stempelen. En ik had gebruikt Sending You a Big Squeeze. Zo. Even kijken of die recht zit. Ja. En wat ik zei, op kleur een klein stukje lint. Nu kun je er natuurlijk een strikje van maken. Of iets anders. Oh, dit is ook al niet mijn goede schaar. Komt goed. Maar wat ik altijd leuk vind, is gewoon een stukje koord eromheen. Een soort touw is het eigenlijk. Nou, hij wil niet zoals ik wil. Het is niet mijn dag, geloof ik, vandaag. Oh, daar is hij al. Dus kijk op deze manier. En dan maak ik hier het strikje van. Nou, ik wil hem gewoon te klein doen. Het
trek je hem nog even iets aan. Dat je tevreden bent. Nou, deze hoeven niet zo heel lang. En mijn dimensionals heb ik ergens anders liggen. Dus ik pak gewoon even een stukje foam tape. Deze mag ongeveer hier. Ik vind het dan leuk. Ik pak even een andere schaar. Om deze schuin in te knippen. Je kunt ook een zwaluwstaartje doen. Nou, zoiets denk ik. Nou, even twee stukjes. Oh, is te groot. Ik denk, ik pak even een stukje tape. En nog een stukje sinaasappel. Nou, eigenlijk vind ik hem zo een beetje kaal. Dus wat ik zei, ik had al een aantal blaadjes. Die kun je er nog tussen stoppen. Gestanst en gestempeld. Uit dezelfde set. En dan hadden we nog een aantal bloemetjes. Dit nog leuk. Ja. En heb nog heel ouderwets zo'n opbolstokje. Ik weet niet hoe het heet hoor. Even kijken. Nee, ik vind de andere kant leuker. Dus die kunnen we nog eventueel hier doen. We hadden nog een paar kleintjes. Vraag me niet waar dit stokje vandaan komt, want ik heb hem al zo lang. Kijk. Ja, dat is wel leuk. Nog een paar kleine bloemetjes. Op deze manier heb je dus heel snel een superleuk cadeau-envelopje. En je kunt op deze manier gewoon je oude designer serie paper heel snel wegwerken. En je kunt er dus van alles in doen. Deze heb ik dus een maskertje zitten. En wat ik er straks al vertelde, voor mijn Timmy's had ik van die leuke magneten van Stampin' Up besteld. En je kunt er van deze luchtjes in doen voor in de auto. Een stuk chocola of verschillende mogelijkheden zijn er. Nou, ik hoop dat je het weer een leuk filmpje vond. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.